speciale dag vandaag. Janko, we hebben jouw evenbeeld op bezoek. Oh, ja. Dat wist ik niet. Ja, net als jij was hij een heel goede voetballer. Is hij vandaag een steengoede analist. En tussendoor was hij ook nog assistent. Wel bij de Rode Duivels, niet bij een podcast. Maar gesnapt, de gelijkenis is treffend. Toch? Van je goede voetballer wil ik toch even nuanceren. Ja, dat gaan we meteen doen. Over mezelf. Ja, in mijn geval wil je zeggen. Ja. We gaan dat meteen doen in deze nieuwe aflevering van Shotcast. Dat is een goede voorzet van Aken met de goal. Dag meneer Snolders, of mag ik Eddy zeggen, of Edward, of zeg maar. Ik zou het liefst hebben dat u Eddy zegt, denk ik. Dan zal ik het bij Eddy houden. Dag Eddy, hoe is het? Prima, dank u wel. Ja, blij dat je hier bent. Je bent hier al eens geweest, vorig jaar of 2 jaar geleden, ja, denk ik. Ja, zoiets moet dat geweest zijn, ja, een jaar of 2 geleden. Dat was een geweldige uitzending. Ja, wel, we hebben er ook heel veel positieve commentaar op gehad. Het was Tornado Eddy, was een van de omschrijvingen die... Ja, er is geen enkel vraag gesteld. Er is geen... Ah nee, omdat nee. je... Ja, ja er is we misschien... begonnen te praten, is geen enkel vraag gesteld. Dat was ook de bedoeling, want de vragen zijn dikwijls te moeilijk. Is dat zo? Ja, we beheersen te vermijden. Ja, niet zo bescheiden zijn. Maar we hebben er een paar mooie meegebracht. Daar gaan we direct aan beginnen. En... Dag Janko, Janko Beekman, ook aanwezig. Dag Lars, goedemorgen. Ja, je hebt van het weekend nog eens geshot, zeg ik op Twitter. Je zei het ook toen ik hier binnen wandelde, nog licht mankend. Ja, en in een rolstoel en zo. Allee, je kon er wel niet naast kijken. Zeg eens, gevoetbald. Ja, ik ben gaan meedoen aan Twittervoetbal. Okay. Een toernooi waar een hele hoop twitteraars aan deelnemen, waaronder ik zelf ook. We hebben dat toernooi gewonnen, al moet ik ook dat even nuanceren, want ik ben na 2 wedstrijden uitgevallen met een kuitblessure. Okay. Contractuur. Ja. Eddy, jij zit ook op Twitter? Alleen bij de WK's en de EK's. Ah ja, okay, dus maar ik volg het wel zo, maar ik ben zelf geen fervente twitteraar. Nee, dus is het dan voetbal je dan met het toestel in de hand? Nee, effectief. Dat is mij heel Twitter. Dat is een match van 50 miljoen tegen. Ja. Ja. Maar dat er nooit is wel gesponsord door een gsm-merk, denk Oppo of zoiets. En er waren mensen die effectief een gsm op een t-shirt en zo hadden gebonden en aan de golen en zo. Dus de social media waren wel aanwezig in de wedstrijd. Ja, oké. Okay. Ja, fijn om te horen. Twittervoetbal, volgend jaar opnieuw, denk ik. Maar als je het niet erg vindt, gaan we toch eerst over echt voetbal praten. Elke week vragen onze vrienden van Bwin zich af wat er te onthouden valt van het competitieweekend. En wij geven hen maar wat graag het antwoord. Heren, de titelstrijd ligt weer helemaal open sinds gisteren. Met dank aan Club Brugge, dat met 0-2 gaan winnen is op Union. En zo de leiding heeft overgenomen. Ja, wat moeten we onthouden van die wedstrijd, Eddy? Dat Brugge ongelooflijk veel geluk heeft gehad. Dat het volledig tegen de gang van zaken, tegen het scenario in was. Mm-hmm. Dat ze eigenlijk gewonnen hebben, dat moeten we durven erkennen. Want Union was de betere ploeg, de meeste kansen gehad. Mm-hmm. En dat natuurlijk van zij, als je van held naar van hero naar zero kan gaan op heel korte tijd. Dus je inherent aan het voetbal. Ja. En heeft dat nu gisteren niet meegemaakt. Hij heeft ook de andere kanten natuurlijk al lange tijd meegemaakt. Het hero gebeuren, maar gisteren was het natuurlijk het zero gebeuren. Trouwens, en niet alleen. Ik vind dat het duo voorin het er een beetje laat afweten. Zowel in Antwerp als nu. Want zij waren wel mee bepalend om het puntenverlies. Mm-hmm. En dan zie je maar hoe snel de wedstrijd kan kantelen. Hè? Want die strafschop was een scharniermoment. En dan de ingreep van, of de noodzakelijke ingreep van Schreuder heeft er ook mee te maken natuurlijk. Ja, want daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Het was de opvallende keuzes van Schreuder. Hij zette niet alleen Skov Olsen, toch wel man in vorm de laatste weken op de bank. Buchanan verschoof naar rechts, de Ketelaere op links. Ja, wat vonden we ervan? Of wat was het idee van de clubtrainer? Het idee was van vooral veel kracht te hebben in het centrum van de ploeg. Ja, dus met bal aan dat te komen. Hè. Maar toch voetballistisch is dat een pak minder. Je mag hem de bal niet geven. Je moet hem vooral afnemen als hij aan de bal komt. Mm-hmm. Maar ja, je hebt natuurlijk wel verdedigend wat meer structuur, wat meer gewicht. En dat was vooral de bedoeling, het respect voor de tegenstander. Want er was toch wel wat angst bij Brugge, blijkbaar. Want anders dan ga je niet 4 posities verschuiven om 1 man eigenlijk te moeten vervangen. En dan was het ook voor ons en voor iedereen, denk ik, merkwaardig dat je dan Skov eigenlijk Olsen uit het elftal haalde. Want dat was inderdaad iemand die diep ging had, die makkelijk scoorde. En dan noodzakelijkerwijze, omdat je toch weinig greep kreeg op die wedstrijd, is het dan toch gebeurd dat hij erin gekomen is. En dat heeft toch mee de kentering veroorzaakt. Mm-hmm. Ja. Ja, maar want je zegt nu al van er is een verdedigende keuze om Balanta en Odoi te zetten. Maar anderzijds, als ik op de flanken Buchanan,
de ketelaar zie, dan nog Van Aken en Lang en Adamian. Voor mij klinkt die opstelling heel aanvallend, maar dat kwam er niet helemaal uit eigenlijk bij club. Nee, vooral Buchanan en de ketelaar zeker. Ja, dat was een soort positie, vooral verdedigend. Hè? Want ik heb de ketelaar op de linkerkant vooral achter zijn tegenstander zien lopen, dan dat hij eigenlijk over zijn tegenstander ging. Mm-hmm. Buchanan iets minder en Buchanan wilde ze vooral dooddoen met dan nog eventjes die Japaner er nog in te zetten, want eerst spond hij dan tegen Lapoussin. Ja, Mitoma kwam er dan in. En die, vooral met de bedoeling van hem, wat hij dacht, maar zo van die kant, daar kan ik het wel plat lopen, want hij heeft al heel veel moeten lopen. Dat is hij niet gelukt, want Buchanan is vrij goed terechtgebleven. Heeft zich fysiek staan. Maar, en je rekende dan vooral op de diepgangen van Adamia, maar dat begon goed, maar dat viel al vrij snel weg. Dus je had eigenlijk naar voor toe weinig aanspeelpunten. Ook Van Aken, ik las wel links en rechts dat hij bij de uitblik, ik vond het belangrijk zijn doelpunt, maar ik vond hem in de wedstrijd zelf tot de 1-0. Nee, dat vond ik ook niet. Want en niet alleen gisteren, nee. Hij heeft al minder gespeeld in de voorbije wedstrijden. Mm-hmm. Maar goed, dat doelpunt is natuurlijk belangrijk en dan word je ook belangrijk in je elftal. Ja. Maar ik vond hem niet zo aanwezig zoals we dat van sommige momenten van hem kunnen verwachten. Nee, want het leefde wel een beetje. Hans Van Aken moet zijn ploeg bij de hand nemen, moet dirigeren, de lijnen uitzetten. Nog altijd een van zijn grootste kwaliteiten natuurlijk. Gisteren wel beslissend, een typische Van Aken goal, dat dan weer wel. Ja. Maar over de hele lijn toch te weinig. Ja, en dat is zo'n probleem bij Van Aken dat zich niet alleen dit jaar stelt. Elk jaar bij die play-offs, zoals vorig jaar, is ook een paar keer discussiabel geweest. Is er wat gesproken van, we gaan hem erin zetten, niet inzetten, gaat hij spelen. Dat kan toch niet, dat is zo'n goed jaar, dan moet je hem toch zeker zetten. Mm-hmm. Hoe kom je erbij van dat niet te doen? En nu opnieuw, die voorbije week, ook tegen Antwerpen, ook verleden week tegen Anderlecht. Het was niet echt de Van Aken die we kennen. Je verwacht er natuurlijk wel heel veel van. Mm-hmm. En je hebt weinig alternatieven, want hij is inderdaad degene die de lijnen kan uitzetten. En als hij wegvalt, is er voor Brugge wel een probleem, dat weten we. Mm-hmm. Maar het was daarom ook dat het bij Brugge de laatste weken moeizamer ging tegen Antwerpen. Toch maar eventjes net over de streep. Mm-hmm. Ja. Op Anderlecht een heel goed half uur, maar daarna eigenlijk kunnen verliezen. Mm-hmm. Dus ja, het was minder. In dat doelpunt zal hem zeker vast wel deugd gedaan hebben. Maar het heeft natuurlijk de aanzet gegeven tot eigenlijk de opluchting van we zijn er terug bij. Ja, het is zoals ik zei, een typische Van Aken goal. Is dat dan ook niet een beetje falen van Union? Want bij die fase, zo druk bevolkt was die 16 meter. Nee, het was natuurlijk een snelle tegenaanval. En niemand had nog verwacht dat die bal voor doel ging komen. En ik vond vooral Beger daar niet echt goed staan. Nee. Hij had meer oog voor de bal dan voor zijn tegenstander. Mm-hmm. En daar heeft hij Van Aken gebruik van gemaakt. Zet eerst dat stapje vooruit. Ja, hij volgt die fase. Hè. Mm-hmm. Hij heeft geen aandacht voor zijn tegenstander. En dan volg je die fase, volg je die bal, zet je die stap vooruit. En die kan je nooit meer achteruit zetten. En zeker hij niet, zo, de linker niet. Mm-hmm. Dus dat was een probleem. Maar ja, doelpunten hebben altijd een oorzaak natuurlijk. Ja, dus, ja. Goeie voorzet ook trouwens van Scott Vos. Ja, absoluut. Ja. Weer beslissend. Ja. Niet voor het eerst. We zaten het hier net al, de penalty van Union. Om te beginnen, ik wil er nog even op terugkomen. Om te beginnen, was het er één? Discussiabel. Ja? Nee, volgens mij niet. Dus het was al een weggever. Mm-hmm. Nu, dat mag je natuurlijk zo niet stellen. In de context van de wedstrijd vond ik het wel oké. Vond ik het wel. Ja. Union de mogelijkheid kreeg. Ze hadden ook het meeste druk gezet. Ze hadden ook het agressiefste gespeeld. Ze hadden de halve kansjes gehad die Brugge nog niet had gehad. Maar neemt niet weg. Niet beloond. Nee, dat neemt niet weg dat het geen strafschot was. Okay. Dus het was voor hen wel een bekroning geweest van het feit dat ze veel beter waren. Maar eigenlijk had het op een andere manier moeten krijgen. Mm-hmm. Maar het was volgens mij... Mechelen was er ook heel verbouwereerd over. Ja. En dat hij gelijk had. Lazare zet zijn linkerbeen, als ik het goed heb. Ja, op het wel been. Wel heel wijd om toch dat contact te zoeken. Ja, zoek het contact. Ja, ja. Het Kodat noemden wij dat. Kodat, Karel Kodat contact. Het wat? Het Karel Kodat contact. Oké, leg eens uit. Karel Kodat had de kunst op Antwerpen van in die situaties, zoals nu Lazare zit, altijd de tegenstander. Dat was een van de eerste die dat deed. En iedereen wist van, het gaat nu gebeuren. Ja. Er was natuurlijk geen VAR in die tijd. Nee, we hadden nog met mijn moeder een gewone camera om de wedstrijd in VAR. Maar die was daar dat was de absolute specialiteit van Karel. De allergrootste voetballer aller tijden op Antwerpen. Dat overdrijf ik nu een beetje. Maar die zocht het contact. Soms in situaties dat je zegt van ja, ik kan alleen nog maar met de bal over de lijn lopen. Even in de hoek van de 16 meter. Maar hij wist natuurlijk, dat was een tegenstander in de buurt, heel dicht. En dikwijls ook, en dat is natuurlijk het probleem van een verdediger, die happen. Hè. Ja. De verdediger hapt nog altijd, ook al voelt hij dat die bal die gaat naar de buitenkant. Toch, of een speler die uit de 16 gaat, dan zeg je soms van hoe is het mogelijk dat je nog reageert. Maar als verdediger heb je het instinctief, doe je dat dan toch nog wel eens. Maar ja, nu, Michel hapte niet eigenlijk, want hij hield zijn eigen in. En toch zit Lazare zijn been er nog tegen. Dus heel slim gedaan van Lazare. Ja, maar heel matig dan weer van de VAR. Misschien de eerste keer. Vind ik ook. Als je dan verleden week de penaltyfase op de ziet, die veel duidelijker was dan de
worden. Klopt. Hier kan je nog zeggen, goed, hier moet ik eens goed 2-3 keer kijken wie heeft wie aangetikt. Ja, dat snap ik ook wel. Ja, ja. Maar hij had het wel moeten, de VAR had het wel moeten zien. En nu de penalty zelf van Zijer, hij mist hem. Mignolet pakt hem dus niet, hij ging gewoon naast. Ja. Titelstress, of toch een beetje... Maar ik vond hem ook minder in de wedstrijd zitten, sowieso. Want er waren verschillende fases, ook in de eerste helft, waar hij dan vrij werd gespeeld. En in, tegen Anderlecht bijvoorbeeld, gaat hij met de bal naar binnen in de 16, maakt hij zijn eigen hoek groter voor hem te scoren. Hier ging hij naar buiten. Hij naar buiten. Het slechte controle, altijd naar buiten, 2-3 keer. Ook in de opvolging vond ik niet zo heel goed. Ik bedoel, Undav, die normaal altijd aanvoelt waar dat hij was, dat waar hij moet zijn, die stond soms nog buiten de 16 meter. Ja. Heel veel gesticuleerd. Ik denk dat Undav zelf vermoeider was van het praten en van het gesticuleren dan van het voetballen zelf. Ja. Ja. Er wordt op dit moment weinig krediet opgegeven, maar eigenlijk is hij ook wel serieus in de mindere periode. Mm-hmm. En in deze situatie, zoals hij nu zit, vraag ik mij af, zou je beter de boot niet nemen dan in Engeland? Zou je niet beter hier blijven? Want dat is toch een hele stap als je dan in die situatie ziet. In de situatie op OHL, waar dat hij 3 of 4 doelpunten maakt en de tegenstander kapot speelt. Dat heeft hij natuurlijk ook wel. En die houden we natuurlijk bij in de hoop dat hij het goed gaat doen in Brighton. Maar dus Undav van nu, die zit met andere dingen bezig. Hè. Die zit met een sokkie in kaart aan naaien en zo. Van die dingen en duwen en trekken en met de handen omhoog en naar de trainer dikwijls in duo. Maar heeft hij dan niet altijd al wat gehad? Hij geeft dat ook aan in interviews. Ik trash talk graag. Maar dat wordt dan gecompenseerd met 1 of 2 doelpunten. Ja, en een paar reacties. En als die er niet meer zijn, wordt het ander wel heel vervelend. En Van Zijer zelf is veel bescheidener. Dat maakt hem ook enorm sympathiek. Maar hij zit niet echt in zijn beste vorm. Dat, toch zeker niet gisteren. Omdat er gisteren momenten waren en scherpen van Zijer, die hakt naar binnen, die wint een meter en die kan zelf tot een schop komen. Afdrukken, En nu slechte controle, slechte, te lang moeten kijken, slecht wegdraaien. Dus er waren allemaal zo van die facetten die in principe bij hem in een goede periode minder aan bod komen. Ja, ja. Nu, Club Brugge komt dan op voorsprong na die goal van Van Aken. Wat ik wel opvallend vond, het was Union moest komen. En eigenlijk kon Club Brugge Union bestrijden met de eigen Union-wapens. Hebben ze ook gedaan met dat tweede doel? Dat hebben ze heel goed gedaan. En dan merkte ik toch van, Union is het niet gewend om te jagen of om te achtervolgen. Of heb ik dat verkeerd gezien? Ja, die luxe natuurlijk hebben ze zichzelf toegespeeld. Om natuurlijk heel veel wedstrijden naar zich toe te trekken. En Union heeft het sowieso thuis al een pak moeilijker op verplaatsingen. Omdat er natuurlijk altijd dan dikwijls wordt opgedragen. Zeker tegen mindere, wel respect, mindere ploegen. Ze verliezen thuis van Sint-Truiden. Eigenlijk konden ze van Beerschot ook niet winnen op dat moment. Er zijn ook ploegen geweest. Tegen Oostende hebben ze het moeilijk. Had allemaal wedstrijden voor de hand liggende wedstrijden. Die je zou zeggen, dat zijn punten, we tellen ze al op voorhand bij. Er kwamen daar niet toe. Waarom? Omdat ze, wanneer ze het spel worden opgelegd, dat het een pak moeilijker gaat. Hè? Nu was het tegen Brugge, vond ik verrassend, want ik had de indruk dat ze in het begin vooral behoudend speelden en dan probeerden te counteren. Dat lukte goed, maar op een duur werden ze, hadden ze zoveel dominant. Meer vertrouwen dat ze terug dominanter werden, eigenlijk buiten hun eigen wil om, omdat Brugge niet voldoende daartegenover in de weegschaal kon brengen. Dus dat was een situatie waar dat ze niet gewend waren en dan kom je 1-0 achter en dan moet je natuurlijk op zeker moment nog eens extra reageren. En dat was er heel veel goede wil. Maar eigenlijk de finesse... Echte kansen? Nee, want rond de 16 meter, maar die laatste pas die was er niet. Ze vonden het aanspeelpunt niet, want eigenlijk al wel. Meneer heeft 3-4 hele goede reddingen gedaan. Maar na de 1-0 heeft eigenlijk niet echt meer in het werk, aan het werk geweest. En ook nauwelijks mirakels. Nee, ik bedoel... Ballen die je normaal als een goede keeper sowieso moet hebben, maar je moet er niet een extra applaus voor geven. Nee, dat vond ik ook niet. Want de Club Brugge nu woensdag doen, moeten ze dan Union opnieuw gaan dwingen om het spel te gaan maken, omdat ze weten dat ze het daar moeilijk mee hebben? Hoe pakt die wedstrijd dan bestaan? Ja, je speelt natuurlijk thuis. Hè. Ik weet niet of dat Brugge die intentie heeft van thuis behouden, dat kunnen ze ook volgens mij. Dus ik denk dat zij wel gaan proberen van de wedstrijd te oriënteren. Maar dan heb je natuurlijk het risico, zoals je zegt, van... Union kan misschien dan wel eens reageren. Dat is niet gebleken in de voorbije 3 wedstrijden. Nee. 3 keer, geen enkele keer kunnen scoren tegen Club Brugge. Dat schept natuurlijk vertrouwen voor een ploeg. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat Brugge de ploeg gaat zijn die nu gaat zeggen, kom maar naar ons, maar counteren zelf. Ik denk niet echt dat ze dat in huis hebben. Nee, Schreuder lijkt me er ook een type niet voor. Nee. Die wilde alleen maar met voetballers spelen. Ja. En laten we ook niet vergeten, Union was 3 keer... minstens de evenknie tegen Club Brugge. Ja, maar we zijn wel maar 1 puntje. Hè? Dat klopt, maar dat kan natuurlijk ook wel een gegeven zijn. Je kunt dat meenemen naar woensdag. Ja. Misschien is woensdag wel die dag dat het meezit of dat ze krijgen wat ze verdienen. En dan ligt het nog eens helemaal open. Hè? Ja, en een beetje het gegeven van de play-offs. Elke week is anders. Dan zullen we moeten tot de laatste speeldag, en dat is ook de bedoeling, dingen, tot de laatste speeldag moeten speculeren wie dat er eventueel kan worden. Ze geloven er alleszins nog in. Ze waren een beetje teleurgesteld gisteren, maar ze zeiden, dan doen we het wel op club. Dan gaan we daar wel... Eigenlijk is het in een geweldige positie. Hè?
Natuurlijk, je moet iets afgeven, maar je hebt iets gecreëerd wat je niet had verwacht. Ja. En ja, nu is het even een uppercut, maar ik denk inderdaad op Brugge, een groot veld, toch wel wat ruimte. Misschien is dat eens de moment om te reageren, want het sluimerde zo, want ja, het komt wel in orde. En, ze hebben het nu gisteren wel afgegeven, maar eigenlijk vond ik ook op Antwerpen de laatste 10 minuten dat ze ook wel wat hebben afgegeven. Ja. Daar hebben ze veel laten liggen, hè? In die team. In de laatste eigenlijk veel te veel om te zeggen, normaal zijn dat de momenten die je moet grijpen. Ja. Als je dan Undaf 2-3 kansen, Van Zijr 2 kansen, ik denk Teuma nog een kans. Je mag wel eens 1 of 2 missen, maar als je 6-7 kansen op 10 minuten krijgt, moet je toch in principe kunnen winnen. Nee. Eigen voet schieten. Ja. Nu, over Schreuder nog gesproken, heel opvallend vond ik gisteren, en dat is al een tijdje aan de gang, het actieve meecoachen van Karel Hoefkes. Ik weet niet dat u dat opgevallen is. Die stond bij momenten zelfs naast Schreuder of stond zelfs alleen recht, constant aanwijzingen te geven. Ik vraag mij af, ja, in hoeverre is dat doorgesproken of is die rolverdeling afgetekend? Dat zou je eigenlijk best aan Schreuder en aan Hoefkes zelf moeten vragen. Ja, maar jij zit hier nu. Dus ja, maar ik heb het niet kunnen vragen. Hè. Het is me niet zo speciaal opgevallen, maar, okay. Maar het is wel zo natuurlijk dat Karel sowieso altijd al wel redelijk actief is in zijn coaching. En van nature uit is Karel ook wel iemand die dat wel naar zich toe trekt. Dus hij heeft nogal wat persoonlijkheid en hij heeft wat autoriteit. Dus ik denk dat hij de ambitie wel heeft sowieso van door te groeien. Hij heeft ook een heel goed parcours afgelegd in zijn trainerscursus, want hij heeft dat samen met de zoon gedaan, dus daarvan weet je het. Okay, ja. Dus, primus van de klas of zo? Ja. Ik denk dat ze met een man of 30 waren en hij was ook bij de primus, dus het was wel zo dat hij enorm gemotiveerd is om inderdaad die trainersfunctie op zich te nemen. Misschien dat Schreuder hem meer vrijheid geeft in die zaken te doen, dan misschien dat met Clément het geval was. Oké, toen was hij nog nieuw en is hij misschien wat meer op de achtergrond gebleven omdat hij wat voorzichtig wil zijn. Nu voelt hij misschien dat hij in de week ook wat meer bevoegdheden krijgt, wat meer verantwoordelijkheden, waardoor dat hij automatisch op het veld ook daar meer van gebruik gaat maken. Je moet natuurlijk Karel niet, de deur niet op een key laten staan bij Karel, hè, want dan zitten er zijn voet tussen en doet hij de deur wel open voor zichzelf. Ja, dus het is niet zo, ja. Dus je gelooft wel heeft dat hem... Hij heeft dat ook ambieerd, in zicht. Van Schreuder absoluut, eigenlijk. Absoluut. Hij ambieert een A1-trainerschap, sowieso. Om het nu te zeggen, van als je nu morgen vraagt wat denk je, dan zou je wel zeggen, ja, laat Schreuder maar naar Ajax vertrekken. Ik pak dat wel over. Dat gaat toch iets te vroeg zijn, denk ik. Dat gaat Brugger ook te vroeg vinden. Maar ik zie wel potentiële kwaliteiten in Karel, dat hij dat ook na verloop van tijd wel zal worden. Dus hij heeft zeker vast die ambitie om dat te doen. Dus misschien eerst een tussenstop bij, ik zeg maar wel... Zoals Clément parcours, wat dan toch ergens in een ploeg alles wil te waargen. Waarschijnlijk ze toen bij Clément. Klopt. Dat hij dat wel zou willen doen. Ik zou het trouwens geen slechte keuze vinden om zoiets te proberen. Misschien dat Antwerpen zo iets te risicovol is, omdat dat toch nog een ploeg is met veel druk in. Maar bij een Oostende, bij een Zultewaardigem... KV Mechelen. Dat zijn zaken die inderdaad interessant zijn. En ik denk ook wel dat ik kan slagen. Al ben ik daar wat voorzichtig in, want ik had het ook gedacht van Gert Vrijen. En hij is nog na 1 of 1,5 jaar heel gefrustreerd en ontgoocheld uit dat trainersvak uitgestapt voorlopig. Maar dat was schrikken. Want ik dacht van ja, die heeft toch alles om het wel te kunnen maken. Dus het is toch een speciaal job, moet ik zeggen. Dus je bent er misschien wel voor geboren, maar daarom word je het nog niet. Die eerste keuze is wel heel belangrijk van zo'n ploeg, denk ik. Want gezien inderdaad, Leko heeft ook eerst een tussenstap gemaakt voor hij naar Club Brugge kwam. Clément ook. Twezels. Ja, maar andere mensen, like Verrij en ook Sven Vermant, die is volgens mij ook eerst naar Waasland-Bever gingen. Klopt. Ja. Als die eerste ervaring geen succes is, dan kom je ook niet bij Club Brugge terecht uiteindelijk. Timmy Simons en ook bij Zultewaardigem. Ja, ik denk niet dat Club Brugge daar meteen op zit te wachten na zijn trainersdebuut. Dat denk ik ook niet. Ja, en soms heb je ook ondankbare omstandigheden, hè, want je wordt er soms ingeduwd, omdat je enige kansen die je krijgt. Ja. En je moet dan meestal iets overnemen dat niet de best functioneert. En dan moet je dan gaan omscholen. Je hebt dan de financiële middelen dikwijls niet, dus je blijft ergens vastgehangen in een bepaald systeem. En dan ligt het niet alleen aan jou, hè. Dan is het ook dikwijls dat de kwaliteit in de groep gewoon ontbreekt. En dan word je er wel op afgerekend. Ja. Dat is een gevaarlijk gegeven. Je moet er ook wel wat, gelukkig is misschien een moeilijk en gevaarlijk woord, maar dan moet je toch wel wat mazzel mee hebben. Ook. In Nederland zijn ze er zeker van, gisteren in NOS Voetbal, denk ik. Werd geopperd of gewoon zelfs gesteld. Ja, Schreuder kiest voor Ajax en hij heeft zijn beslissing al medegedeeld, werd daar verteld. Dus volgens onze noorderburen zien we hem volgend jaar niet terug op de bank bij Club. Zou dat een zwaar verlies zijn?
is er natuurlijk niet lang geweest. Hè. Het is een, nee, maar daarom. Ja, omdat je, ja. En ik begrijp hem ook wel dat hij opnieuw, als je Ajax kan doen in je eigen land. Dan moet je gaan. Hè. Ja. Dat krijg je niet elke week. Dus ik denk dat dat iets is dat begrijpbaar is. Ik weet ook niet in welke mate hij zich super gelukkig voelt. Ik vond hem wel altijd heel straight. Vond hem ook goede analyses, realistische analyses geven. Mm-hmm. Niet te veel blabla daar rond. Hij heeft nooit geen kansen gezien die er niet waren. Maar dat is meestal de kunst van de meeste trainers. 20 kansen creëren. Een hoekschop die overzeilt, dat is een kans. Die moet je een beetje relativeren. Ja. Dus dat doet hij zeker en vast nooit niet. Dus dat vind ik, Bladwiet vind ik het wel een goede trainer. Maar ja, ik weet niet. Kwestie van menselijkheid, relationeel, zijn training opbouw. Daar heb ik eigenlijk weinig verstand. Heeft wel geen schrik van heilige huisjes. Nee, nee. Als we kijken naar Ruud Vormer, Noah Lang ook even op de bank gezet. Alle Nederlanders waren super gelukkig dat die kwamen. Ze hebben alle drie niet gespeeld. Er zijn er twee bij die eigenlijk niet meer aan bod komen. Hè. Bas Dost en Ruud Vormer. Nu begrijp ik wel natuurlijk naar Ruud Vormer toe dat het wel bijzonder pijnlijk is. Want als je dus 10-11 weken niet kan spelen op zijn ouderdom, met alle respect. Dus je moet het dan doen op trainingen. En je moet dan ineens een Anderlecht inkomen en je wordt er dan op afgerekend. Ja. Terecht, het was niet goed. Nee, dat is natuurlijk moeilijk. Hè? Dat, zelfs voor een prof is dat moeilijk om dat te kunnen accepteren. Dat is begrijpelijk, zeker als je al wat op gevorderde leeftijd bent. Want elke trainer heeft problemen met spelers op gevorderde leeftijd. Dat is niet helemaal zo. Dat is een gegeven. Okay. Dat in de tijd gewoon fysiek dan? Ja, maar, en ook vooral omdat sommige spelers, bijvoorbeeld met Frankie van der Elst heb je dat niet, omdat die zichzelf in zijn prestaties goed kan relativeren. Mm-hmm. Maar je hebt verschillende spelers op die ouderdom die nog altijd denken dat ze nog altijd wel een basisplaats meer dan waard zijn en dat eigenlijk niet meer zijn. En zo Schifo. Ja, dat was een groot probleem. 1998. Dat was een heel groot probleem. Hè. Ja. Dat was een heel groot probleem, omdat het iemand was die uiteraard een enorme naam was, maar die op dat moment eigenlijk maar de helft bracht van wat zijn naam nog voor stond. Ja. En om sommigen, aan Frankie van der Elst bijvoorbeeld, kon je dat wel aangeven. En die begreep dat. Ja. Timmy Simons kon je dat aangeven. Die begreep dat. Die was realistisch genoeg om zijn eigen prestatie. Mm-hmm. Maar je hebt spelers, onder andere in zo'n CFO, er zullen er nog wel zijn, die dat moeilijk kunnen inschatten, die nog de pers bij hebben, die nog mensen, supporters hebben, die nog beïnvloed worden door die kant, en zichzelf eigenlijk niet meer zo realistisch opstellen. Ja. Dan heb je daar een probleem. Dus je hoopt dat Vormer ook begrijpt van zichzelf dat hij nog een meerwaarde kan zijn, meer in de kleedkamer dan op het veld. Want dat is belangrijk. Dat is natuurlijk wel een verschil. Als Vormer zich als een voorbeeldprof gedraagt, hij kan natuurlijk ongelukkig zijn met zijn statuut van bankzitter, maar je hebt wel nog een rol, zeker als kapitein, te vervullen in een kleedkamer. Daarin ligt wel een groot verschil. Tuurlijk. Ik denk dat Enzo Schifo misschien niet de man was die de banden aanhaalde. Of dat is vooral met zichzelf bezig. Hè? Ja, als je die ouderdom hebt en je hebt die functie, dan moet je eigenlijk andere spelers proberen beter te maken. Dat is voor jezelf pijnlijk, want je speelt natuurlijk graag zelf nog wel. Je speelt zelf nog graag die rol. Maar als je die kan verdelen onder andere spelers, bijvoorbeeld jongere spelers bij je bijnemen op de training, proberen dingen aan te geven, want je hebt heel veel respect van iedereen, want je hebt er jarenlang enorm goede prestaties geleverd, dus je moet dat moet je niet meer afdwingen. Mm-hmm. Maar je moet wel het respect afdwingen van boven, van een trainer en van het bestuur eventueel, waarvan ze zeggen, hey, die is nog heel nuttig voor ons. Oké, op het veld zelf niet meer, maar die vertegenwoordigt nog een grote waarde in de uitbouw van onze club, van ons elftal. Want die neemt speler bij de hand, die corrigeert sommige spelers, die stopt op de training, dit en dat. Indirect is dat ook kapitaal. Ja, en die heeft geen negatieve invloed, want je hebt ook natuurlijk, dat is heel belangrijk, oudere spelers, die kunnen ook een negatieve invloed hebben zonder dat je het merkt. Okay. Die kunnen gevalueerd zijn, want die kunnen in de kleedkamer bijvoorbeeld dingen doen. Die kunnen op de training een bepaalde houding aannemen die deprimerend is voor anderen. Die kunnen de jongens naar beneden halen, zonder dat het eigenlijk storend is voor het geheel, maar wel voor die spelers zelf. Ja, was Olivier de Schacht bij Anderlecht, was dat een van de problemen. Hè. Toen hij op de bank zat, is hij door Hein van Azenbroek ooit naar de Beken verwezen, net door zijn negatieve houding. Cynisme. Ja. Ook, ik ben fan van cynisme. Maar als je als trainer voor de groep staat en je moet je tactisch plan uitleggen, zit er eentje te grijnzen of wat commentaar te geven of wat half weg, terwijl het andere dat zien. En je kunt daar op dat moment niet ingrijpen, want je bent met je elftal bezig ter voorbereiding van een wedstrijd. Dat is niet leuk. En dat haalt sommige trainers naar beneden. Dat is niet helemaal zo. Maar ja, ik snap wat je wilt zeggen, van dat zo'n ervaren speler nog heel belangrijk kan zijn voor die kleedkamer. Maar ik begrijp ook wel een bestuur dat die zeggen van ja, dat kan niet tegen dezelfde voorwaarden als vroeger. Want dat is een hele duur in T2 dan. Hè? Ja, tuurlijk. Ja, maar dat is ook zo. Hè. Maar dat moet je als speler natuurlijk voor jezelf kunnen inschatten. Wat is belangrijker? Zet ik een stap terug definitief? Dan ben ik ook einde contract gedaan.
Of zet ik een stap opzij, maar kan ik nog functioneel blijven? En dan zal het voor een aangepast contract zijn. Maar dan ben ik, slot verdenk, want het is op het laatste van je carrière. Je gaat geen contract van 7 jaar meer kunnen tekenen. Nee, dat is klaar. Of geen geweldig contract zoals ervoor, wanneer je echt functioneel wordt in het elftal zelf. Dat is nu wel de harde wet van de voetballerij. Nee. Vandaag ben je er, aan een goede contract. Morgen is wat minder, is het contract minder. En een derde, dan is het gedaan. Hè. Ja, dat gaat heel snel, hè. Dat is niet helemaal zo. Ja. Dus dat moet je zelf voor jezelf inschatten. Hè. Dat is niet helemaal zo. Oké, goed. Om het blokje Union Club Brugge af te ronden. Ja, gisteren een beetje deining op Twitter, want blijkbaar tijdens de rust van het omkaderingsprogramma van Eleven stond de microfoon van Gilles De Bilde nog open en die zei... er was een zinsnede te horen dat die boeren op hun doos moesten krijgen. Ja, als ik het, dat als ze die ik het... boeren maar eens goed op hun doos geven. Ja. Dat ze die boeren maar op hun doos geven. Nu, heel Twitter in brand natuurlijk. Hoort ook niet om dat te vertellen, zeker niet op antenne. Ik denk niet dat hij wist dat hij op antenne was. Alleen bleek het achteraf om een voorgelezen bericht te gaan. Dus hij kreeg een bericht binnen. Zo meldde Astrid Zeymana, de hoofdcommentator gisteren. Gaf meteen duiding na die wedstrijd. Sprong een beetje in de bres voor Gilles De Bilde. Kan gebeuren, denk ik. Maar dan merkte ook dat er heel veel mensen zijn die zeggen, ja, laat dat bericht dan zien. En zo, terwijl ik denk van, ja, maar eigenlijk hoeft Astrid Zeymana helemaal niet de verdediging van Gilles De Bilde op zich te nemen. Het is heel knap dat hij dat doet. Dat siert hem enorm. Maar dan moet je daar ook toch wel een beetje respect voor opbrengen. Allee, dat hem zich zo kwetsbaar opstelt. Van kijk, ik help het misverstand de wereld uit. En toch is dat niet genoeg. Ik vind dat heel apart. Ja, ik ken ook. Allee, als we het over cynisme hebben, komt dat aardig in de buurt. Maar van de andere kant heeft De Bilde wel het geluk, want je weet, met die openstaande micro, dat is altijd gevaarlijk tegenwoordig. Ja, zeg, dat het alleen maar over een Twitter, dat het maar over een Twitterbericht gaat natuurlijk. Ja, er zijn er anderen geweest die het slechter zijn gevaren. Dat is zeker waar. Om de naam van Edith de Marius niet te noemen. Dat zijn momentopnamen. Goed, het hoeft niet gezegd te worden natuurlijk. Ik vind dat De Bilde een fout maakt van dat bericht wereldkundig te maken, want je weet sowieso zeker met Brugge, dat je daar wel wat ligt krijgt. Sowieso ja, die, en het is en Brugge is al een ploeg dat daar heel gevoelig aan is. Het supporterslegioen van Brugge is daar heel gevoelig aan, want je bent of voor of tegen Brugge, terwijl dat in jullie geval eigenlijk een neutraliteit moet zijn, een objectiviteit. Dus, en dat moet je proberen te behouden natuurlijk, dat is, integriteit is heel belangrijk. Maar dat kan in Brugge heel moeilijk. Het zijn heel vriendelijke mensen, maar ofwel ben je ervoor, ofwel ben je daartegen. Dus het voorlezen van De Bilde, ja, dat is al een indicatie van hij is tegen ons. En dat wekt natuurlijk wel wat vrevel en die reageren snel. Een rode lap op een stier. Ja. Heb jij ooit, voor je tot je microfoon tijdens een of andere wedstrijd nog open stond en er dingen zijn gezegd die eigenlijk niet voor de antenne bedoeld waren? Wij zeggen geen dingen die eigenlijk niet van de buitenwereld zijn. Er is sowieso iets, hè? Gaan we dat nog niet direct herinneren, want er is zeker niks wereldschokkend. Maar het gebeurt wel eens natuurlijk. Dan ben je over het een en het ander bezig nog. Over wanneer je op reis gaat en dan staat de micro nog open. Ik heb daar telefoons op gekregen. Maar echt of niet? Vrouwen die met mij wilden meegaan. Ja. Ik heb direct gezegd, nu nooit met die zever, altijd die micro's. Altijd de micro's. Ja. Ik zit streng op nu. Ja. Dat is goed. Dan gaan wij over naar onze wisselrubriek. C4 maandag. Eddie, je microfoon stond nog open hier net, maar we zullen knippen. Al hetgeen dat je gezegd hebt, we zullen dat wegknippen. Janko, C4 maandag, onze rubriek C4 maandag. Ik dacht dat we er vanaf zouden zijn zo tegen het einde van het seizoen. Maar hij zou nog wel eens van pas kunnen komen vandaag, of niet? Nou, hij zou van pas kunnen komen, maar ik denk toch niet dat we hem echt nodig gaan hebben. Nee, om de naam te noemen, Brian Priske. Ja, haalt de man het einde van de dag als Antwerpcoach? Het einde van de dag wel. Het einde van het seizoen ook nog, denk ik. Maar ik denk wel dat zijn laatste wedstrijden voor Antwerp zullen worden. Niet het einde van het kalenderjaar. Nee, dat gaat hem niet halen. Vertel, waarom was het gisteren zo slecht? We zullen daarmee beginnen. Antwerp-Anderlecht 0-4. Ja, daar zit natuurlijk al een indicatie in, maar doe eens het verhaal van die wedstrijd. Ja, ik vond de eerste helft was niet goed. Niet van Anderlecht, niet van Antwerp. Eigenlijk zeer weinig kansen. Antwerp speelde in een 3-5-2, zoals de voorbije weken tegen Club Brugge en Union. We waren eigenlijk vrij hoopgevende wedstrijden op Club Brugge en wel verloren tegen een gewoon gelijk spel. Maar je had voor de eerste keer in weken toch het gevoel dat er iets stond bij Antwerp, dat ze een duidelijk plan hadden. Ja. Dat was tot de rust ook zo. Ze kregen dan wel een doelpunt tegen. Nou, ja, een beetje heel matig uit voetballen van de Soleil en slecht, vooral slecht de uitvoetballen, slecht. Zeg het maar. En dan bij de rust voelde Priske zijn moment gekomen om van systeem te wisselen.
eigenlijk terug te grijpen naar zijn favoriete systeem met die viermansdefensie. Zoals hij ook al tegen Union had gedaan. Had toen ook slecht kunnen aflopen. Toen het geluk dat Van Zer en Undaf de kansen niet afmaakten. Maar ja, nu liep het wel slecht af. Want ja, bij de 0-2 gaat de Soleil nog individueel in de fout. En staat er eigenlijk een beetje lucht te dekken tegenover Kouame, waardoor Zirikzee kan aangespeeld worden. Maar bij die 0-3 en 0-4 werd die verdediging van Antwerp gewoon compleet uit verband gespeeld. En het viel mij gewoon op dat ze leken niet meer te weten wie ze moesten dekken, de verdedigers van Antwerp. Okay. En wat dan nog pijnlijker was om te zien, was dat de Soleil en Sek, twee verdedigers die niet super winbaar zijn, die moesten man op man gaan verdedigen tegen Kouame en Zirikzee. Mm-hmm. Ja. Dat is vrij riskant. Dat is er wel wat om vragen natuurlijk. Ja, en er zijn tussen het bestuur van Antwerpen en Prisken al wel wat discussies geweest over dat systeem. Ambras, ja. Ja, inderdaad. Ja. Ze wrijven het hem wel gewoon aan dat hem tegen Union eigenlijk de foute keuze heeft gemaakt om van systeem te wisselen. Allee, fout, dat is makkelijk gezegd achteraf, maar het heeft niet goed uitgepakt. Ja. En nu tegen Antwerpen opnieuw. Ja. En ik denk niet dat het er heel goed uitziet voor hem, richting deze zomer. Nee, van waar komt dat toch? Om op zo'n belangrijke, of op zulke belangrijke momenten toch iets in je hoofd te halen om we doen niet zot? Ik denk vooral de poging om het tijd te doen keren, eerlijk gezegd. Mm-hmm. En dan risico's nemen. Zeg nu een viermansverdediging. Ik vond er zelfs geen viermansverdediging staan. Maar eerlijk gezegd, het werd zo een ontwoopje gespeeld. Er was geen positieneming niet meer. De Soleil stond op een zeker moment tegen de zijlijn. Tegen de dugout te verdedigen. En de ene stapte uit, de andere liep naar achter. Dus het was een volledige cacophonie. Dus op die moment. En het gevaar voor een trainer is de nederlaag. De zwaarte van de nederlaag. 0-4 is heel zwaar. Ja, de 0-2 is nog iets anders. Ja, maar we weten natuurlijk op een zeker moment 0-2 is wie naar elkaar te kijken. Wie heeft het gedaan? Wat moeten we nu gaan doen? Dus er is geen oplossing meer veranderd op dat moment. Nee, en dan valt alles uit elkaar. Ja, want ook dat middenveld was niet meer bestaan. Ja, dat ging ik net vragen. Was het zo dat iedereen naar elkaar aan het kijken niks, was? Of, niks, dat gevoel had ik wel. Want ik vind de voorbije weken het middenveld Youssouf Verstraeten en Angolan werkte best goed eigenlijk. Met Haroun. Die veel oploste met gaten dicht te lopen. Die is niet akkoord. Nee, maar ik vond vooral de inbreng van Haroun in het begin van de play-offs vond ik eigenlijk een goed. Want het heeft me altijd verbaasd waarom het zo lang duurde dat hij eigenlijk opnieuw mocht spelen. Hij bestrijkt veel terrein. Hij is belangrijk. Hij is niet de fijnste voetballer, maar hij is voor een ploeg als Antwerp, zeker, dat is bewezen in de tijd met Belloni, was hij heel belangrijk. Was de belangrijke man. Mm-hmm. Maar gisteren... Nee, gisteren had hij het een off-day, zoals veel anderen. Maar we spreken nu, met alle respect, ik vind Antwerp gewoon kwalitatief, voetbaltechnisch, heel het ganse jaar te zwak. Nee, akkoord. En iedereen wrijft het maar in een boot van Priske. Dat is makkelijk. Hè? Mm-hmm. Maar al bij al heeft hij, vind ik niet, kwalitatief de beste spelers gekregen. Voetbalistisch als Benson. Mm-hmm. Maar op papier is dat toch... Is die kern toch dik oké? Die kern is dik oké. Als je die in een groep zet, zoals hij nu de laatste weken geprobeerd heeft, en je maakt daar een blok van, dan kan je daar een vervelende tegenstander van maken. Ja. Maar zelf de ploeg zijn van, we gaan het hier creëren en we gaan de opening. Misschien was dat vooral op Nainggolan gerekend, maar ik vind Nainggolan een hele goede speler, daar niet van. Maar ik vind dat die van te hoog moet komen. Ik vind niet, Nainggolan moet van dieper komen. Naast de verdediging, is geen verdedigende middenveld, maar van naast de verdedigende middenveld, vandaar moet je de lijnen uitzetten en moet je spelers voor hem hebben, die het kunnen forceren. Frey maakt 22 golen. Je kunt er geen bal aan kwijt, met alle respect. Nee, dat is wel Benson is uw beste creatieve speler. Ja, klopt. En eigenlijk, als je een goede ploeg wilt hebben, nu ga ik natuurlijk misschien Manuel Benson wat pijn doen, moet eigenlijk Benson de speler zijn met een vraagteken. Speelt hij of speelt hij niet? Ja. Moet iemand zijn die twee weken kan spelen? Of 12 de mannen eigenlijk. En dan 3-4 weken op de bank en is inkomen en is voor een verrassing zorgen. Mm-hmm. En dan moet hem eigenlijk terug, want gisteren ook. Het wordt heel veel tijd om hem terug naar de bank te pakken, want zijn creativiteit is aan het afbotten. En dat is normaal, zijn gabarit is beperkt. Dat die jongen alles uit zijn kast moet halen, week na week, om de 3 dagen, dat is te zwaar voor hem. Maar die heeft natuurlijk kwalitatief, technisch, voetbalistisch wel kwaliteiten, zeker en vast. Maar ik wil alleen maar zeggen, ze hebben wel de duurste spelers. Samatta zit in de top 5 van de veelverdieners. Nainggolan zit in de top 5 in België bij de veelverdieners. Balikusha 7 miljoen gekost. Maar dat lost niet het probleem op dat je dan creativiteit in je ploeg extra gaat krijgen. Dat heb je dus niet. En daar zit Antwerpen het ganse jaar mee geconfronteerd. En dat wordt 5 keer op Priske uitgewerkt. Want het was niet de fout van het beleid van de aankoop, het was de fout van Priske, van het inzetten van zijn spelers. Mm-hmm. En elke keer op het juiste moment heeft hij nog kunnen winnen, heeft hij dat verdikt kunnen uitstellen. Ja. Dat werkt niet, hè?
Sorry, een obsessie van als je een heel jaar tijd de strop boven je hoofd ziet hangen, ja. Dus je moet er maar een beetje naar beneden doen en aantrekken. Ah nee, we gaan hem losmaken terug, want je hebt terug een paar weken wat beter. Ja. Ja, dat werkt niet. Dat geeft ook geen draagkracht in de ploeg. Nee. En ik vind het nog heel straf dat heel die ploeg, die voetballers, op zeker moment nog zijn kant hebben gekozen na de dispuut met hun voorzitter. Ja. Want op dit moment is het gemakkelijk, zeker voor de niet geselecteerde of niet titulaars, zeggen, hey, pst, als je daar een ouder in hebt zitten, die niet altijd mag spelen, dan heb je het zitten. Ja, straf, want Faris Haroun had dat kunnen zijn. Dat eigenlijk. Had kunnen zijn. En heeft dat niet gedaan. Die heeft zelfs nog gezegd van, nee, ik doe dat niet. Dus dat waren momenten dat je kunt zeggen, van, nou, hier is hem definitief weg. Mm-hmm. En dan werd het moeilijk voor Gijzen, want ze hadden wel eens gewonnen, om hem dan nog eventueel naar de deur te zetten. Maar welke werking krijg je eraan dat je verliest of achterstaat met een laftijn en je voorzitter komt elke keer naar beneden zijn gedachten zeggen wat het allemaal moet zijn. Ja. En je moet, oké, het is uw werkgever, hè, dus je moet er respect voor hebben, maar dat respect moet een beetje op sommige momenten wat weer zijn. Ongeschreven wet dat zoiets, zoiets niet doet. En uw draagkracht in uw groep, die verdwijnt volledig. Ja, dan wordt je compleet je keer op tafel slagen, dan zeggen ze, slaag de tafel niet kapot, hè, jongen. Ja. De voorzitter gaat ze wittel komen vertellen. Bedoel, dat werkt niet. Nee, en hij heeft ook, en ik zeg, dan kunnen ze zeggen, ik heb hier een fantastische ploeg en ik alle niks uit. Nee. Hij had geen fantastische ploeg. Helemaal niet. Nee. Ik vond zijn ploeg heel beperkt. Zeker in balbezit. Een heel beperkte modale man. Het viel mij gisteren ook op. Want dat is ook het ding in 3-5-2. Alles moet eigenlijk komen van een Benson of een Angolan. En het viel wel op dat de twee backs, Sam Vines en Jelle Bataille, veel hoger speelden dan de voorbije weken. Maar ja, van Jelle Bataille en Sam Vines gaat het niet komen. Sorry, bij alle respect, als je, dat zijn ook mensen voor de verbreding van je kern. Ja, ja, ja. Maar als je de strijd moet aangaan voor een top 3 met Jelle Bataille op rechts en Vines op links, dan gaat het je niet halen. Hè? Ik zat naast een niet nader genoemde Antwerp-analyst met een staartje. En die zei tegen mij... Begint dan maar eens te zoeken. Als Sam Vines ooit 5 assists geeft in 1 seizoen, dan net giek me een schoen op. Ja, dus dat mogen we wel pakken, heeft hem gezegd. Oké. Vijf assist. Ja. Nou, hoeveel zit hem nu eigenlijk? Want ik ken de man zijn statistieken niet. Je moet ook eens kijken in balverlies, in doelpunten tegen, hoe dikwijls dat die jongens erbij betrokken zijn. Mm-hmm. Een positionele fout of eventueel. Oké, die doen hun best. Hè. We gaan niet zeggen dat die totaal onbekwaam zijn. Dat is iets anders. Maar dat zijn goede jongens, om de verbreding van je kinderen. Maar als je de ambitie hebt van ik wil hier top 3 en ik wil challengen nu dit jaar met Union. Oké, dat is misschien niet een uitzonderlijk seizoen, maar vooral met Club Brugge en misschien binnenkort terug met Anderlecht. Ja, dan gaat je toch die posities wel beter moeten invullen, hoor. En dan is maar de vraag, oké, Overmars is een goede zaak, zeker een goede zaak, ondanks hetgeen misschien dat er allemaal gebeurt. Goede zaak als je het zuiver sportief betreft, bekijkt, goede zaak. Maar die mens, die moet ook natuurlijk zijn bewegingskracht, en als je ziet, als dat Antwerp nu al heel veel geld uitgeeft, mm-hmm. Want als je ziet, hij moet elke keer zijn begroting gaan bijpassen, hè, moet elke keer een kapitaalsverhoging doen, dan vraag ik me af, hoe ver gaat Overmars kunnen gaan om in principe spelers kunnen aantrekken. Eriksen is een interessant ding, een interessante weg die bewandeld wordt. Daar is sprake van, dat die mogelijkheid zou zijn. Okay. Maar zelfs in Brentford gaat het toch, als je hem daar wilt weghalen, gaat het toch wel wat geld moeten betalen voor mensen à la Eriksen te kunnen plus krijgen. Plus loon, plus... Eriksen op de lijst van Antwerpen. Ik noteer dat hier alvast. Ja. Okay. En dan qua coach, want dat is nog een klus die Marco Overmars te wachten staat. Wellicht als we een klein beetje op de feiten vooruit lopen. Een nieuwe coach bij Antwerpen. Ja, dan denk ik meteen aan een gerenommeerde. Alleen toch iemand die al iets bewezen heeft. Dus met alle respect, het zal niet. Timmy Simons of Wouter Franke, denk ik ook niet dat ze dat risico gaan nemen. Ik denk dat ze echt voor een grote naam. Het zal iemand zijn dat goed kan samenwerken met Overmars. Overmars gaat iemand komen. Daar wil ik eigenlijk een beetje naartoe. En zien wij dan al opties? Wie zit daar zo'n beetje in dat kringsje? Ik weet niet waar ze per se voor een grote Nederlandse naam zullen gaan. Want we moeten ook zeggen, Erik ten Hag, toen die bij Ajax kwam, was ook geen grote naam. Dat is daar een grote naam geworden ook. Hè? Die is daar weggehonden. In het begin wel. De eerste 2-3 maanden hebben ze hem vooral eigenlijk onder de gordel willen raken. Hè? Ook met zijn spraakvermogen en met dan dialect en van die zaken. Een tukker. Er waren dan 2-3 mensen die hem echt alleen maar daarop wilden pakken. En die hem eigenlijk op hele korte tijd weg wilde. Natuurlijk, als je dan de resultaten... Priske zal ook wel blijven. Als je de resultaten haalt, dan blijf je natuurlijk al wel langer. En op de nu word je nog moeilijk verzetbaar. Maar het zou wel iemand moeten zijn die toch wel goed zou kunnen samenwerken met Markie. Die had de kans geloofd dat hem Nederlands zal spreken, ja. Ja, Markie. Inderdaad. Om Antwerpen af te ronden, ik heb eens opgezocht. En Sam Vines heeft al een seizoen gehad waarin hij 5 assists heeft gegeven. Dat zal dan in de VS geweest zijn. Het gezegende jaar 2018 bij, als ik mij niet vergis,
Charlotte Independence. Dus Patrick Goot mag met zijn vork bij de hand nemen en eraan beginnen. Nu ja, Antwerp, allemaal goed en wel, maar laat ons ook niet vergeten, Anderlecht. Hè. Ja, 0-4 op Antwerp, dat is natuurlijk, ligt niet alleen aan het mindere presteren van Antwerp zelf. Hoe goed was Anderlecht gisteren? In de eerste helft niet super, eerlijk gezegd. Ik vond ze vrij weinig creëren. Jonge ploeg, hè? Ja, jonge ploeg. Ik denk dat het de jongste basisploeg was van dit seizoen in de Belgische hoogste klasse. Ik denk 22,9 jaar oud. Nou, als je die namen zegt. Arnstad, Canna, Verbruggen in doel door de blessure van Kronbrugge. Dat doet al veel, natuurlijk. Als je, ja. Maar dat is een 1B-ploeg, hè? Allee, ja, qua leeftijd is er een 1B-ploeg. Absoluut, ja. En dan de grote man, Amuzu. Hoe zeggen ze dat weer? De ketchupfles. Gaat eens openspotten met 3 goals in één wedstrijd. Het probleem is natuurlijk dat je met 1 keer 3 doelpunten niet je probleem van je scorend vermogen hebt. Nee, dat vind ik ook. Ik ben gisteren wel happy ever after. Hetzelfde van Arnstad tegen Club Brugge. Dat was een goed debuut. Maar we mogen daar ook niet zeggen van wauw, het was nou eens wildy. Dus we moeten nog even afwachten. Je weet met jonge mannen hoe dat gaat. Het is vandaag pieken en morgen is het in een diep dal. Mm-hmm. En Anderlecht heeft dat al een paar jaar meegemaakt met verschillende spelers. Mm-hmm. En eigenlijk waren ze daar weer op weg naartoe. Hè? Want al bij al, de finale van de beker was matig. De eerste wedstrijden waren ook vrij matig. Eigenlijk tegen Brugge hadden ze na een half uur eigenlijk 1 of 2-0 moeten achterstaan. Dat is toen niet gebeurd. Dus je moet nog altijd wat afwachten. Maar ze hebben natuurlijk wel wat potentieel, extra potentieel in hun ploeg. Als je met veel jonge mannen kunt aantreden, dat geeft natuurlijk voor de toekomst ons wel een beter beeld. En ze werden ook gewoon geholpen gisteren door Antwerpen. Wat we daar net zeiden, hoe dat Antwerpen uit positie ging bij momenten. Ja, als je Amuzu ruimte geeft, kan die voetballen. Ja. Het is een speler die het gewoon moeilijk heeft tegen gesloten verdedigingen. Alleen moet ik zeggen dat Amuzu die bal had hem niet binnentrapte. Dus heeft hem er al meer gehad, die had hem niet binnentrapte. Dus dat was dan weer het pech voor Antwerpen dat hij hem die wel afmaakte deze keer. Want dat zijn we van hem ook niet echt gewend. Maar ze hebben bijvoorbeeld wel met de Kouame, een steven jongen vooraan, die dan wel wat verdiensten heeft. Ze hebben daarachter met Sirikzee, die misschien in de toppers niet altijd aanwezig is, maar toch heel veel aanspeelbaar is en toch wat kwaliteit heeft. Ze hebben wel wat in hun ploeg. 16 goals uiteindelijk, Sirikzee, dit seizoen al. Maar tegen de toppers wat minder. Ik denk dat er maar 1 of 2 tegen topploegen heeft gemaakt. Dus maar de vraag of hij blijft straks. Ik denk dat de kans klein is. Financiële plaatje zal... Dure vogel, hè? Dat is een hele dure vogel. Nog even over Amuzu, Janko. Werd jij niet de man die hem altijd te matig vond voor Anderlecht? Ik heb vorige week in een andere podcast gezegd dat iets te weinig is voor Anderlecht. Inderdaad. In zo'n Arnstad zie ik intrinsiek meer kwaliteit dan Amuzu. Dus als er zo nog coaches zijn in België die een spits hebben die ze graag op scherp willen zetten, dan mogen ze mij altijd bellen. Ik regel dat. Goed, dat wat Antwerp-Anderlecht betreft, nog even naar de Europlayoffs, want daar is A-Gent goed op weg om eerste te eindigen, om het zo te zeggen, na de zege tegen KV Mechelen, dat uitgeteld lijkt voor de Europese tickets. En opvallend na de wedstrijd, het was eens niet Hen van Asbroek, maar wel Wouter Franke die een beetje kritiek uitte op de scheidsrechter. Ik zei het hier net al, ik ben fan van cynisme en dat droop er wel af, moet ik zeggen. Het was een paar keer dat hij herhaalde dat de wedstrijd uitstekend werd geleid door... Ja, niet toevallig zou ik bijna zeggen Alexander Boucault, de man die de gaven heeft om 2 stenen te doen vechten. En het werd wel grappig, want Franke die zei, voor aanvang van de playoffs was er een meeting van het referee department om de regels uit te leggen, om wat meer wederzijds begrip te creëren. En ik was de enige coach uit de Europlayoffs die daarop aanwezig was. Waarop Van Haasbroek zijn duit in het zakje deed en zo een beetje mompelde... Volgend jaar zal het ook niet meer gaan, zeker. En Franke moest bekennen. Nee, het heeft geen zin. Dus Franke is toch weg, ja. En misschien wel naar Antwerpen. Ja, nee, niet naar Antwerpen. Gent misschien. Zou Van Haasbroek blijven? Denken we nog? Ze zijn nu aan het onderhandelen. Ik denk dat Van Haasbroek die bekerwinst heeft genomen om zijn contract wat bij te stellen, denk ik. Maar misschien is dan het... Werkt dat zo, Het is nu niet dat de Witten en Louagie bekend staan om het feit dat ze het geld langs ramen en deuren naar buiten... Nee, maar de Witten en Louagie hebben nu wel een geschiedenis gehad na Van Haasbroek die niet echt succesvol was. Het is heel veel geld uitgegeven. En eigenlijk is Van Haasbroek opnieuw daar gekomen om te ruimen, wat er na En hij is ook de enige die tegen die voorzitter kan zeggen, nu gaat het uit de krant blijven. Hij is de enige dat gebeurt dat echt, effectief? Ja, dat gebeurt. Ah, ik weet dat niet. Ja. Gent is een heel vervelende ploeg. Hè. Zowel, zeker voor spelers. Zeg, als... Club Brugge is onbetand. Ja. Ah, Gent is vervelend. Die ploegen zijn heel gevoelig voor kritiek. Okay, kritiek. En zowel
de voorzitter, de Witte als Luigi, heb je die al eens zien zitten naast elkaar op de tribune? Ik heb die, ja, ik kijk soms voetballen. Heb je die al eens zien gesticuleren en zien roepen? Ja, dat is wel waar. Ja, ja. Plezant als je daar op het veld staat, denk ik. Hoorde dat tot daar? Nee, dat zeg ik niet, maar je ziet dat wel. Luigi hoort dus daar het oefenmatje wel, hè. En die kritieken die geven, die zijn niet mal, zeker Luigi, die spaart dus zijn eigen spelers absoluut niet. Dat gaat misschien van de veronderstelling uit, we betalen ze goed, ze moeten dat maar kunnen tegen kunnen. Maar dat is niet altijd de goede werking. En voor een trainer is dat een moeilijk duo om mee samen te werken. Samen te werken. Omdat je er misschien, zoals Hein van Azenbroek dan zo goed doet, er een klein beetje moet durven boven zitten. Ja, en je komt altijd in een moment dat de situatie uitzichtloos is. Ja. Van Azenbroek is opnieuw gekomen in een situatie dat het bij Gent redelijk uitzichtloos was. Mm-hmm. Ze hebben een tijd in de rechterkolom geparkeerd geweest. In ja, absoluut. Mm-hmm. En ze komen van Champions League voetbal. Dus na het Champions League voetbal en het vertrek van Azenbroek. Ik zeg niet dat de passages van Azenbroek in andere ploegen zo succesvol waren. Dat is iets anders. Mm-hmm. Maar voor ploegen, à la Kortrijk, à la Gent, is Van Azenbroek de geknipte man. Die kan die ploeg opnieuw coördineren, die kan daar zijn stempel op drukken, die moet daar natuurlijk carte blanche krijgen. Ja, dat krijgt hij. En dat krijgt hij van De Witte dan wel. Waarom? Omdat ze hem dan terug binnenhalen in een situatie dat ze het niet meer zien zitten. Mm-hmm. Ze hebben al 4 trainers hun kop afgekapt in tussentijd en alleen maar in stukjes vleden mij prepareren van gemaakt. Prut. Prut van gedaan. Dus ja, dan is Van Azenbroek de geknipte man om duidelijk. En die kan zeggen tegen De Witte, nu gaat het is 4 maanden niet in de krant komen. Okay. Nu gaan we het zo'n gelijke kikket zeggen, nu gaat er niet in komen. Dat op zich is al een prestatie. Ja, en dat wordt dan bij Van Azenbroek wordt dat geaccepteerd. Dat is dan de uitstraling van Van Azenbroek. Het ding is natuurlijk ook wel... Hij, en dat doet het dan wel, hè? Voilà, exact. Ja. Dat ga ik dan ook wel zeggen. Want... Nee, je kunt geen 2 jaar niet doen, hè. Dat wordt natuurlijk wel... Dat wordt geleidelijk aan, zie je dat verbeteren. En dan is er een piek natuurlijk. Dat is nu weer de bekerfinale, de finale de winst geweest. Mm-hmm. Dus nu is het weer afwachten naar volgend jaar toe. Het kan zijn volgend jaar. Na 4-5 maanden dat het niet klikt, dat is het leven van een trainer natuurlijk helemaal. Maar hij is wel een van de weinigen die dat wel kan forceren. Oké, Janko, ga nog een prangende mening over Hein? Nee, ik vraag me gewoon af dat het wel een gezonde situatie is dat je zo'n trainer carte blanche geeft. Want ja, ooit gaat die trainer ook weg, krijgt hij een aanbieding van ergens anders en dan zit het daar wel met al die spelers die op die trainer zijn afgesteld eigenlijk. En dat een andere trainer het daarmee gaan doen. Is het niet logischer dat je sportief directeur een kern samenstelt en tegen zijn trainer zegt van hier moet je het mee doen? Je kan ook vertrekken, hè, een technisch sportief directeur. Dat is ook waar, maar dat gebeurt naar mijn aanvoelen minder vaak. Ja. Als die wat laat maar. Niks gezegd. Sympathiek is bij het personeel en zo, moet dat ermee oppassen. Ja. Dat is eigenlijk niet om mee te lachen, we mogen dat niet doen. Goed, dan gaan wij over naar het volgende. Hè. Ja, bij wijze van afsluiter steken wij nog eens de grens over, Janko. Onze... Weer grenzen overschrijden. Ja, we steken de grens over naar Nederland. Want daar deze week het nieuwtje dat is binnengekomen. Edgar Davids wordt assistent bondscoach bij Oranje. De assistent, de rechterhand van Louis van Gaal. Wel opvallend, we hebben intussen Thomas Vermaelen. Daar is het Edgar Davids. Ben ik mis als ik zeg dat al... Twee verschillende culturen hier heel mooi tot uiting komen. Misschien Thomas Vermaelen iets meer in het verlengde van Martinez. En Edgar Davids en Louis van Gaal meer het conflictmodel zullen hanteren. Het is een scherpe stelling, maar ik wil ze eens voorleggen. Tuurlijk, wij kennen Edgar Davids als speler, hè? Ja. Niet als vriend, als speler. Niet als naast de zijlijn. Aan de zijlijn kennen wij hem eigenlijk niet. Dus ik kan niet oordelen over het feit hoe dat hij daar... Relationeel, als je weet, een hulptrainer, zijn belangrijkste bijdrage is dat hij een brug vormt tussen de trainer en tussen de spelers. Dus als hij goed ligt bij de spelers, dan kun je daar wel een pak mee verder, want dan kan hij met een probleem of bij iets aan te brengen, kan hij wel problemen oplossen voor een trainer. Dat is eigenlijk zijn job, hè. Ja. Was dat uw grootste kwaliteit? Want jij bent er ook lang assistent geweest, hè, bij de Rode Duivels. Ik heb het 2 keer gedaan, hè. Eerst 2 jaar bij George en dan nog een jaar of 4 bijna bij mij. Dus ik heb wel wat jaren gedaan. Ja. Mm-hmm. Dat is ook zo. Hè. Je geeft wel wat bijtraining, je geeft wat opwarming, je geeft ook in groepen dat er gedaan wordt, dan heb je een bepaalde groep. Maar je staat dichter bij de spelers dan eigenlijk een trainer. Je zou dichter bij de spelers moeten staan. Want als jouw trainer, want ik zie dat wel graag gebeuren, echt constant tussen de spelers staan, dat is ook geen goed teken. Nee. Want dan krijgt hij op den duur ook niks meer gedaan van die spelers. Dat is het probleem. Hij mag geen vriend van zijn spelers zijn. Hij mag wel eens tussenkomen en de spelers moeten tevreden zijn dat een trainer er eens bij komt. Mm-hmm. Maar als je samen weggaat in iets gedet, heb je niet graag dat de trainer nog iets extra mee gaat drinken.
Want die hoort eigenlijk in die groep dan niet meer thuis. Okay. Ja. Dus en dat is eigenlijk meer de job van een assistent. Die... Mee op café gaan is de kerntaak van... Dat is één van de belangrijkste taken. Dat is mooi meegenomen. Een van de belangrijkste taken. Dus iedereen is het, voor assistent. Is de invulling van een job ook veranderd doorheen de jaren? Ik kan me inbeelden als we nu Thomas Vermaelen horen vertellen of bewierookt horen worden door Roberto Martinez. En zijn oefeningen zijn fenomenaal. En, ik neem dat allemaal wel een beetje in mijn korreltjes uit. Je moet het ook verantwoorden. Ja, je moet zeggen, Thomas is een heel... is een speler geweest met veel uitstraling, ook een intelligente man. Dus die is al veel opgepikt hebben langs alle kanten, maar die is dan zijn eerste jaar bezig. Maar je moet naar de buitenwereld wel een verantwoording afleggen. Waarom neem ik nu die ineens? En we zijn hier met 20 of 30 andere kandidaten die alle cursussen helemaal doorlopen hebben. En hij komt ineens met een korte versie, mag je ineens meedoen. Dus dat moet je ergens kunnen verantwoorden. Nu, Martinez heeft een status opgebouwd in België, waar dat hij zich wel wat kan permitteren. Ja, hij is ook technisch directeur. Hij is wat van alles. Na Rusland heeft hij wel een status opgebouwd, waardoor dat hij wel tegen een stootje kan. Dus als hij dat dan wil doordrukken, dan gaat dat ook wel lukken. Maar toch moet hij wat verantwoording afleggen naar iedereen. Zeggen van, waarom neem je die eigenlijk? En je neemt hem alleen al, vind ik, voor zijn staat van verdiensten als international. Dat ging ik vragen, dat is sowieso... Natuurlijk, sowieso. Zijn ervaring als trainer is niet heel, dat moeten we durven onderschrijven, maar... Dat kan heel snel opgekript worden door de ervaring die hij heeft als speler opgebouwd. Hè? Dus dat zijn zaken die allemaal staan. Dus ik heb geen enkel probleem met het feit dat Thomas dat wordt. Ik vind dat een logische voortzetting. Misschien had het 1 of 2 jaar later mogen zijn, dat hij nog eens ergens anders zou zijn. Maar dat hoeft eigenlijk niet te zijn, omdat hij verstandig genoeg is om zich in te schakelen. Ja. En wat gaat hij doen? Hij gaat extra trainingen geven, hij gaat bijtrainingen geven, hij gaat individuele trainingen geven aan spelers die terug aan het komen zijn of spelers die niet als titulaar zijn. Want dat is in het moeilijkste. Dat is die mannen tevreden houden. Zeker in toernooien, zoals je week bij elkaar brengt, dat is er niet. Maar in een toernooi is dat enorm belangrijk. Dat zijn mannen die constant niet spelen, die voelen zich niet meer betrokken bij het feit dat er wordt gespeeld. Maar je moet die wel gemotiveerd houden en goed gezind houden. Want als die beginnen te klooien en die beginnen slecht gezind te worden, dan begint in je groep natuurlijk begint dat slecht te worden. Dus dat zijn taken van een assistent. Hè. En ook op de training zelf. Ja, de trainer staat aan de ene kant, hij staat aan de andere kant. Komt ernaast aan, wat heb jij gezien, wat heb ik gezien, wat heb ik niet gezien, wat heb ik gemist. Uit verschillende... perspectieven bekijken van welke kant er kan. Waarschijnlijk ook tegenstanders bekijken. Regelmatig weggaan om analyses te maken van die tegenstanders. Dat zijn taken. En dat gaat hij zeker heel goed kunnen. Ja, dat is een beetje het model dat Louis van Gaal wil implementeren bij Oranje. Hij zegt van, kijk, op basis van... Als een assistent van mij met goede argumenten aankomt en hij kan mij... op basis van zijn specialisme, want hij kiest zijn assistenten elk op basis van een stukje specialisme. Dan moet een assistent zich vrij kunnen voelen om zijn mening op tafel te gooien. Je mag geen poetinisme krijgen. Nee, al wel. Dat mag je niet krijgen. Awel, dat is mijn elke trainer die geen tegenspraak duldt, die staat er alleen voor. Ja, maar loert dat bij ons om de hoek dat Martinez zich omringt met mensen die alleen maar... Niet dat ik hem de Poetin noem, maar je snapt waar ik naartoe ga. Ik zeg niet Poetin, ik zeg Poetinisme. Iedereen gaat knikken van hetgeen dat hij zal worden. Is dat het verschil tussen Van Gaal en Martinez? Want als ik Van Gaal... dat is niet de man met wie dat ik aan bras wil, maar wat hij wel zegt is van... Kijk, overtuig mij en ik ga niet halsterig in mijn tunnelje blijven zitten. En dat gevoel of die sfeer mis ik soms bij Martinez. Maar ik denk dat hem dat ook zo groot gemaakt heeft, hè, Van Gaal. Want ik denk dat hij altijd, ook al in heel zijn carrière, eigenlijk altijd opengestaan heeft voor argumenten. Neemt hij ze allemaal op? Nee. Hij is ook trouwens, hij is ook de eindverantwoordelijkheid. Dus als hij het niet opneemt, is het ook zijn verantwoordelijkheid wanneer hij tegenslaagt. Ja. Maar ik ben niet zeker dat Martinez dat niet doet. Ik denk wel dat hij ook regelmatig samen zit met zijn assistenten om bepaalde zaken te bespreken. Gaat hij alles volgen? Nee, dat doet elke trainer niet. Toen wij tegen Leken zeiden van, zouden we misschien ook samen thuis laten? Ze zei, misschien wel, maar dat heeft ook niet gedaan. We hadden ook 4 jaar. met het simpele argument van, als hem thuis blijft, dan kan hem iedereen bestoken. Als ik hem bij heb, heb ik hem onder controle. Dat was de reden waarom Sifo mee is gegaan. Omdat ze zeggen, die nemen we hem bij ons. Als ik hem niet meeneem, dan kan hij morgen bij RTBF in de studio zitten. Of morgen bij de VRT in de studio zitten. Dan bij die in de studio zitten en daar gaan analyseren. En al beginnen met alles al af te kappen voordat we erom beginnen. Ik neem hem mee en ik kan hem misschien nog wel gebruiken ook. Maar als je al weet, als je zo bang bent voor wat hij dan mag zeggen, zijn je dan ook niet bang voor hoe dat je zich gaat gedragen in je spelers? Ja, maar dat was toen hetgeen wat we normaal op hopen hadden, om het mee te nemen en hem toch ook regelmatig te laten spelen. Mm-hmm. Met dat natuurlijk
rust te kunnen krijgen. En dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt. Dat is maar dat weet je niet, dat weet je niet in juni, wanneer in juli de WK begint. Nee, nee. Maar we hadden allemaal, iedereen had bij ons gezegd van, George, zou dat wel doen, zou dat beter doen. Want elk is toch te weinig. En dat hem nu gaan meenemen, wat dat geen slechte invloed hebben. En hij had toen gezegd van, nee, ik begrijp het. Dat is een keuze dat hij gemaakt. Maar ik denk, ja, ik kan hem misschien voor bepaalde momenten nog wat kunnen gebruiken. Als we voor een bal bezit, inderdaad. En een tweede zijn, als ik hem thuis laat, dan maak ik een definitieve streep onder. En dan gaat hij heel veel reactie krijgen van overal. En is dat dan een gezonde start voor een WK? Ja, is dat dan ook een beetje uit eigen behoud dat hem zegt van, ja, als ik hem niet meepak, ga ik onder 3 vergrootglazen komen te liggen? Ja, nu, George was toen constant wel in gevecht met de pers. Nu een vergrootglas. Ja, een vergrootglas meer of minder. Voor George, nee, dan niet, misschien zelfs liever meer. Ja, dan mocht zelfs wat zon opstaan. Dan mocht zelfs wat zon opstaan. Heb jij Louis van Gaal nog meegemaakt? Ik heb ermee gespeeld. En? Matige voetballer, volgens de overlevering. Een hele goede voetballer, maar te traag. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, dat is gelijk kon geen bal. Ja, dat is kick ook eigenlijk een beetje. Maar, ja, kunnen kaarten. Ja, nee, wij hebben samen, dat was in mijn jeugdjaren, wij hebben nog denk ik 2 jaar samen gevoetbald. Ja. En de staat, zo, zijn persoonlijkheid, zijn... Dat was een Nederlander van boven de dijk. Hè. Dus dat is een andere mentaliteit. Hè. Ja. Dus grote mond echt, of? Ja, ook. En ook die dikwijls verongelijkt, waarom hij niet mocht spelen. Dus dat ook, hij had ook wel gelijk, want voetbaltechnisch was Louis goed. Alleen Louis speelde achter de spitsen. En hij was niet winbaar en hij was niet snel genoeg. Een klassieke team, eigenlijk. Ja, en hij vroeg, en hij toen aan de gitaar ook al was gevraagd, had hem niet begrepen, want toen was hij met 3 buitenlanders en Louis was dikwijls de 4e, dat hij niet speelde. Want aan de bal zijn, mij kunnen niet van de bal zitten. En Thijs had daarop geantwoord, dat is waar Louis, maar als jij meespeelt, hebben we waarschijnlijk de moeite. Dat was het antwoord van de top anekdote. Ja. Jij waart erbij. Ja, beschrijf eens, hoe gaat dat dan in die... Dan kun je toch een spel horen vallen, of wordt er dan gelachen? Of, ja, hoe gaat dat dan? Er wordt wel wat gegrindig, maar Louis was ook wel van zichzelf enorm overtuigd. Typisch Nederlander. Dus. Maar ik moet wel benadrukken dat Louis... een goede voetballer was. Hè? Okay. En die is niet zomaar naar Antwerpen gekomen van Ajax, die is naar hier gekomen, maar ze wel inderdaad dachten. Want... En die heeft ook redelijk wat gespeeld. Alleen kon hij natuurlijk niet verdragen dat er een moment was dat hij als vierde, want het was toen met keuzes, als vierde buitenlander gewoon ernaast werd gehad. Dat was pijnlijk. Ja. En dat heeft hij regelmatig meegemaakt. En dan de lange laatste tot frustratie heeft het inderdaad is in dialoog met de G gedaan. Mm-hmm. Maar Louis was vooral bal in de voet in draaien. Dat was een klassieke tiener. Ja, maar pakt Louis 10 jaar eerder, dan had hij een topper geweest. Ja. Pakt Louis nu in zijn dingen, met zijn eisen van nu, ja, mag Louis zeker niet meer meespelen. Nee. Maar ik heb dat probleem gezet met 10 jaar vroeger, dat ik nu waarschijnlijk al dood geweest, dus godzijdank. maar dan had ik waarschijnlijk meer keren internationaal, want dat was meer mijn spel. Ja. De diepgang, hetgeen dat nu is, het tempo, dat lag mij minder. Ja, okay. Dus als ik 10 jaar later had geboren geweest, dan had ik nog eerste klasse geweest. Ik hoop wel, maar die vraag had veel groter. Heb je Van Gaal die nog gezien? Of ja, nog een paar keer, want is op zeker moment is hij, omdat Ajax toen Germinal Beerschot op zeker moment had overgenomen, is hij een paar keer komen kijken. Ik heb in de tribune een paar keer gezien. Ja. En overlaatst, dat is natuurlijk al een paar jaar geleden, toen had hij met Manchester tegen Brugge speelde. In de voorronde van de Champions League. Ja, hertelijk weerzien. Ja, natuurlijk. Heeft hij me nooit gebeld als T2 of zo? Nee. Te duur. Nee, maar de geloofwaardigheid op een zeker moment dat wij allemaal... Want hij is van Antwerpen naar Sparta-Rotterdam gegaan. Ja. Daar heeft hem nog eigenlijk op zijn positie, als laatste man nog een tijd. Dat was eigenlijk zijn ideale positie. Maar op Antwerpen zaten we daar bij Rob Bergeens. Hij was te snel. Die kwam in de voetbal en hij kwam er niet voor in aanmerking. Maar daar heeft hij dat nog een paar jaar gespeeld. En toen hebben wij hoorden dan, Louis wordt trainer. Even de muziek, Louis wordt trainer. Hoe gaat hij nu trainer worden? Zot eigenlijk. Ja, hoe gaat hij dat nu doen? Allee, voor hun groep. Dit is toch een beetje een aarzelganger. En toch altijd wat nukking in zijn eigen gedachten. We zullen wel zien. Louis zit in Ajax, T2. T2. En dacht hij, dat zal dan wel geweest zijn. Maar misschien is dat doorgegroeid. En nu is het natuurlijk iedereen, Louis, wij kennen Louis. We hebben het altijd al gezegd. Dat heb ik nog niet gehoord, maar we zullen wel veel gedacht hebben. Maar dat is voor de evolutie, hoe dat het soms kan verder gaan in voetbal. Ça va, goed. Op deze mooie noot gaan wij afsluiten. We zitten bijna aan een uur, denk ik. Net geen uur.
Voelt heel gezellig, Eddy. Het is al voorbij. Ja, het is al voorbij. Het is, er staan al mensen op de... Hoe zegt Frank Raas dat altijd? Boris staat in de gang. Wim Helzen en zijn hond van Winterer staan hier in de gang. Of Rijer Slaat. Of, is er een hond mee krullen? Een hond mee krullen, ja, inderdaad. Nu ja, goed, nog even meegeven. De winnaar van het gesigneerde Cyril Dessers shirt, gisteren weer de Kuip in vuur en vlam gezet, is niemand minder dan Miel Verkaamst. Proficiat Miel, en blijf ons volgen op Instagram. @shotcast is de accountnaam. Dus dat klopt. Allen daarheen, jij ook, Eddy, mocht je Instagram hebben. Oké, nee, ik heb het niet. Nee. Ah, oké, dan gaan we dat zo beet wel regelen. Okay, ja, ik ga je lanceren op Instagram en dan is deze voormiddag niet voor niks geweest. Goed, dit was het voor vandaag. Mensen, geniet nog na van het afgelopen weekend en tot volgende week. Van Ito, Onuachu. Dat is een goede voorzet van Aken met de goal. Zin in nog een Shotcast? Beluister dan onze actuele afleveringen op maandag of onze interviews met spraakmakende gasten in onze afleveringen op donderdag. Bij het Nieuwsblad kan u ook nog terecht bij onze wielerpodcast Koers is van ons, onze politieke actuele podcast Het Punt van Van Impe of onze crimi-podcast De Stemmen van Assise. Ook Slimmer Leven en ons magazine Billy kan u niet alleen lezen, maar ook beluisteren. Tot een volgende keer.